hele goede middag op deze woensdag. Het is 12 augustus. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben zo zwaar aan het aftellen, echt al dagen. Het is nu geloof ik 33 graden. Is goed hè? Even nakijken. Het zweet staat op een tip op mijn voorhoofd. Ja, het is 33 graden. Ik had even naar het sporten gedoucht, want ik was zo bezweet. En ik moet nu natuurlijk wat langer door vandaag, omdat ik vanavond eventjes naar Nathalie ga. Dus ja, dan moeten we wat langer fris blijven. Hoewel dat best wel lastig is met deze temperatuur. Ik heb wel echt onwijs last van mijn schouders, omdat ze zo verbrand zijn. Hier is het wel heel rood, maar volgens mij wordt het nu gewoon wat meer bruin. Ik heb gisteravond dan eventjes gekeken naar Het zal mijn zorg zijn. Was ook weer een mooie uitzending, eigenlijk zoals de afgelopen keren. Ik heb een aflevering van Smeris gekeken. Het artikel staat online. Ik heb de foto's voor het grootste gedeelte af voor het artikel voor vanavond. Ik heb de vlog nog afgemaakt, dus ik ben ook best wel productief geweest. Dus dat is allemaal klaar. Ik ben met een nieuwe serie begonnen op Netflix. Die heet De 13 Geboden. Wat ik begrijp is dat het is een politie-serie, maar wat ik begrijp is dat het gaat over iemand die dus moorden pleegt die in de 13 geboden staan. Nou ben ik zelf niet heel bekend met de 13 geboden. Ik bedoel, ik heb wel op een christelijke school gezeten, maar ik moet zeggen dat ik helemaal niks meer daarmee doe. Dus het zegt me ook heel weinig, dus dat vind ik lastig. Maar ik ga het gewoon meemaken. De eerste aflevering was een beetje rommelig. Het is altijd een beetje inkomen in de nieuwe serie. Maar op zich vond ik het wel oké. Okay. Dus ik ga vanavond gewoon weer verder. Ik heb Rex gekeken. En wij proberen een beetje af te koelen. Hè? Is het warm? Ja, een tijdje is het ook zo warm. Ik ga eventjes een wasje aanzetten zometeen. En dan ga ik even de gang meepakken en de woonkamer. Ik zat te twijfelen of ik de douche ook nog zou gaan doen. Ben ik nog niet helemaal over uit. Ik ga in ieder geval schoonmaken met koud water. Dat was een tip van mijn moeder. Die dwelt bij mijn moeder die werkt in de thuiszorg. En die dwelt bij sommige cliënten ook koud. Omdat ze dat liever willen. Omdat ze eigenlijk zeggen zodra het water de vloer raakt is het ook afgekoeld. Dus ik ga gewoon eens kijken of dat het hier ook werkt met koud water. Hè, zoals afwassen kun je niet met koud water doen. Maar omdat je alle vettigheden van het eten hebt. Maar misschien het schoonmaken best wel goed gaat. Maar ik moet zeggen, ik vind het ook niet zo erg koud water, want je zit gewoon niet echt te wachten op warm water nu. Dat ga ik maar eventjes doen. Daarna denk ik nog even beurtje, maar verder niet heel veel. Ik moet een beetje op tijd eten, want tussen 6:30, 6:45 word ik weer opgehaald om naar Nathalie Frank te gaan. Dus ja, toch nog weer eventjes eruit. Ook wel even lekker, want normaal hou ik het heel goed vol, gewoon in huis zijn. Maar ik vond het de afgelopen week wat zwaarder in verband met het weer. Al was het buiten ook niet heel veel beter. Maar het is hier binnen 30 graden en je huis koelt dus niks af. Ook al zet je s'avonds je ramen open. Zie, ik zat even met mijn voet op mijn been en ik zat gelijk vastgeplakt door het zweet. Ja, ook al zet je de ramen open, het koelt niet af. Dus ik hoop echt dat ik vanaf vrijdag, dan wordt het 26 graden als het goed is, dat ik de warmte een beetje het huis uit kan jagen. En morgen is er kans op onweer en regen. Dus ik hoop zo dat dat doorzet. Ik heb gisteravond zo intens zitten hopen dat de regen hierheen kwam. Ik heb op een gegeven moment wel bliksems gehad. Of onweersflitsen eigenlijk. Maar de regen kwam niet. Bepaalde plaatsen in het land die zijn zo ondergelopen met regen. Dat ik echt dacht, oh ik wil hier ook regen. Niet dat je erop zit te wachten dat het onderloopt. Maar gewoon dat, hopelijk dat even het een beetje afkoelt. Maar ik weet ook niet of het echt heel veel helpt als het de dag daarna gewoon weer de 33 graden aantikt. Ik ga in ieder geval even water klaarmaken en zo. En dan ga ik jullie er even bij zitten met schoonmaken. En dan ja, hoop dat ik daar ook niet heel lang mee bezig ben. Zodat ik, ja, ik heb eigenlijk gewoon weinig zin om wat te doen. Want gisteren was ik ook hartstikke moe. Dat is natuurlijk ook niet zo gek, want heel veel gelopen gisteren. En ik ben ook al een blok in slaap gevallen. Ik had wel een leuk nieuw boek uitgezocht. En daar heb ik echt wel een deel van gelezen. Maar op een gegeven moment dacht ik, ik word nu te moe. Dus, maar ja, ik ga de was aan zetten. En dan ga ik jullie zo bij zitten met schoonmaken.
hier zit best wel een blij mens. Want alles is schoon. Je hebt zelf kunnen zien, dat ik de douche nog even heb meegepakt. Ik zat heel erg te twijfelen. Ik was hier op een gegeven moment klaar. Het was nog vroeg. Ik dacht, ja, weet je, waarom pak ik die douche niet gewoon mee? Want het is niet de week van de grote schoonmaak. Dus de douche is nu met een kwartiertje gewoon klaar. Omdat ik natuurlijk niet echt een hele grote douche heb. Die heb ik ook gewoon meegepakt. En dat voelt zo fijn. Dat kan met koud water schoonmaken en dweilen beviel eigenlijk ook prima. De katten hadden gisteren overgegeven op hun placemat waar hun eetbakjes op staan. Dus die heb ik gisteren plaatselijk afgenomen, want ik had geen tijd om het volledig schoon te maken. Maar die is nu ook helemaal schoon. Nog even geknutseld. Dus eigenlijk wat dat betreft best wel een heerlijke middag op dat zweten na. Ik had gisteren trouwens nog een magneetje meegenomen. Ik heb nu zoiets, op elk plekje waar ik kom wil ik een magneetje meenemen. Ik heb nu dus dit magneetje gekocht van Giethoorn. Er staat al een bootje op en dat vond ik wel heel erg leuk. Ze hadden best wel veel verschillende. Ze hebben verschillende winkeltjes. Dus eigenlijk heeft elk winkeltje ook weer wat anders. Maar ik zal even neerzetten. Dan kan ik even terug. Ik had eerst wel een leuke gezien, maar dan vond ik het heel jammer dat de Nederlandse vlag erop stond. Maar omdat je eigenlijk al wel weet dat Giethoorn in Nederland ligt, ik leg hem even op de slaapkamer terug. Toen kwam ik later in een ander winkeltje en toen heb ik die daar nog even meegenomen. Dat vond ik wel super leuk. Magneetjes vallen op zich wel mee, zo'n magneetje kost 3 euro. Dus ach weet je, ik dacht, dan ben ik er weer blij mee. Maar ik ben nu eigenlijk, wil ik dus op elk plekje waar ik kom, wil ik een magneetje meenemen. En dat is eigenlijk begonnen in Scheveningen in december. Toen zag ik daar een hele mooie magneet van Scheveningen. Toen dacht ik, oh dat vind ik leuk. En toen dacht ik, oh ik wil nu eigenlijk van elk plekje waar ik kom een magneetje gaan meenemen. Toen dacht ik later, eigenlijk jammer dat ik dat in Giethoorn niet heb gedaan. Maar ja, nu kwam het toevallig zo uit dat ik daar gisteren heen ging. En toen had ik al gelijk in mijn hoofd. Ik ga daar een magneetje kopen. Dus dat heb ik gedaan. Dat is echt super leuk. Die ga ik leuk. Boven bij mijn hoekje heb ik een magnetische plaat. En wil ik ze allemaal op gaan doen. Dus ik heb er pas 2. Maar weet je, het begin is er. Ik vind dat leuk. Ik vind dat ook leuk. Weet je, als je van die automaten heb je soms staan op sommige plekken. Dan kun je zo'n munt laten draaien van de plek waar je bent. Dus ik heb bijvoorbeeld eentje van Dolfinarium. Walibi heb ik hem niet, geloof ik. Wel van de Efteling. Dus ja, dat vind ik gewoon van die leuke dingetjes. Daar was ik ook heel blij mee. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker relaxen. Dan moet ik straks even een beetje op tijd eten. Want tussen 6:30 en 6:45 word ik opgehaald. Dan gaan we naar Nathalie en Frank. En naar Lente. En als het goed is mag ik vandaag Lente vasthouden. Dus dat is wel super leuk. Want Nathalie vroeg gisteren al van wil je dan je haar vastmaken. Zodat ze niet in je haar verstrikt raakt. Nou, dat was gelukkig sowieso wel van plan hoor. Want ja, het is nu toch veel te warm voor los haar. Maar het is inderdaad voor zo'n kleintje beter om geen haren in de buurt te hebben. En ik had ook eventjes een film had ik binnengehaald. En ik wist dat Nathalie die ook heel leuk vond. Dus ik had gezegd, zal ik die meenemen? Dus die neem ik ook even mee. En dan hebben hun ook een film te kijken. Want ze dacht dat Frank het ook wel leuk zou vinden. En ik neem even het spelletje op. Dus die ga ik vanavond even kijken als ik thuis ben. Misschien nog een aflevering smeren. Maar het ligt er even aan hoe laat het allemaal is. En sowieso kijk ik vanavond weer de 13 geboden en Rex. Ik neem jullie dus niet mee naar Nathalie en Frank. Hun hebben er ook voor gekozen om Lente niet zichtbaar in beeld te brengen. Zodra Nathalie weer gaat vloggen, Lente zal niet met haar hoofdje in beeld komen. Dus misschien alleen met het achterhoofdje, maar niet met haar gezichtje. Dus daar ga ik jullie niet mee meenemen, maar ik ga jullie morgen wel vertellen hoe het allemaal was en zo. Dus ik zou bij deze gewoon zeggen, ik zie jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 13 augustus. Ik ben klaargemaakt. En het is de laatste tropische dag. Yes! Normaal gaat de week super snel voorbij. En deze week die leek maar niet om te willen gaan. Omdat ik wist dat er het betere weer aankwam. Het koelere weer. Ik heb hier zo naar verlangd. Ik roep het ook echt al dagen. Ja, ook gewoon in de groepsapp. Na de zaakjes nog. Jij roept echt al dagen dat je er zo'n zin in hebt dat het gewoon koeler wordt. Maar dat is ook echt zo. Ik ben niet gemaakt voor dit weer. En ik denk naast mij gewoon een heleboel andere mensen die hier gewoon klaar mee zijn met deze warmte. Ik denk als je een goede tuin hebt waar je misschien een beetje schaduw hebt. Waar je misschien een zwembad neer kan zetten. Dat het misschien nog te doen is. Maar dan nog. Hoe warm is het? Oh. Sorry vriend. Hoe warm is het in dit huis?
30 graden. Hij is 1 graad gezakt, jawel. Ik zie ook een vlieg die ik even dood wil meppen. 2 vlieg. Ik had gisteravond een wesp in huis, nou, dat is heel eng. Toen ik thuis kwam, ik zal zo even vertellen hoe het bij Nathalie was. Heb ik de ramen opengezet en onder de douche gesprongen. En ik was op een gegeven moment, ik moest mijn was nog even ophangen. Ik zie wat vliegen. Ik zie wel, het is geen normale vlieg. Dus ik dacht, wat is dit dan? Ja, het bleek dus een wesp te zijn. En als ik ergens bang van word, zijn het wespen. Ik kan ook niet stil blijven zitten. Ik weet dat het beste is, maar ik kan het niet. Dus, er zat een wesp in huis. En hij ging steeds, zeg maar, tussen mijn lampen zit zeg maar een klein kiertje. Hij ging niet steeds in. Toen zat hij op een gegeven moment op de lamp. Heb ik hem gemapt. Niet goed geraakt. Dus hij bleef nog vliegen. En ik dacht, oh shit. Want wespen worden natuurlijk boos. Toen is hij op een gegeven moment is hij in mijn staande lamp gegaan. Toen heb ik hem daarin een paar keer goed geslagen. Toen ik op een gegeven moment zag, je kan niet meer vliegen, maar je pootjes bewegen nog. Dus je moet even nog een paar mappen hebben dat je goed dood bent. Ik durfde hem niet op te pakken met het papiertje. Want ik weet niet om welke dieren dat gaat. Of het nou wespen zijn, volgens mij wel. Of bijen, ik twijfel. Ik weet dat een van de twee, als je ze net hebt doodgeslagen, nog kunnen steken. Dus ik vond dat een beetje eng. Dus ik heb mijn kruimeldiefje gepakt. Ik heb hem opgezogen. Want ik denk, die wesp die moet uit huis. Want ik ga straks naar bed. En dan gaan die katten misschien achter die wesp aan. En dat moet ik gewoon niet hebben. En sowieso, ik kan niet tegen vliegende beesten. Maar dat was wel even eng, een wesp in huis. Gisteren heb ik dan wat vroeger gegeten dan dat ik normaal deed. Ik heb niet helemaal gered om alles klaar te krijgen. Dus die heb ik dan maar laten staan. Ik had wel mijn bord even omgespoeld. Ik had ook wel gewoon frietjes. Maar ik merk gewoon dat ook mijn eetlust gewoon echt heel slecht is met dit weer. Ik heb gewoon echt bijna geen trek. En nee, het wil gewoon allemaal niet. Dus ik eet ook heel weinig. Drinken doe ik ook. Ja, ik drink wel. Maar het is niet dat ik extra veel drink. En dat is echt wel een punt waar ik aan moet werken. Ik heb mijn workout gedaan. Dat was ook echt de laatste dagen. Dat was ook super zwaar. Maar oké, weet je, ik wilde niet afhaken. Dus ik heb het wel gewoon gedaan. En toen ben ik rond 6:30 opgehaald. Toen zijn we naar Nathalie Frank gegaan. Die zaten lekker in de tuin. Dat was echt heerlijk. Toen werd Lente wakker. Die moest even een schoon luiertje. Die komt dan ook lekker naar buiten. En ik mocht haar vasthouden. Het was echt zo bijzonder en zo leuk. Ik had haar de vorige keer niet vastgehouden, want dat wist ik al. Nathalie die vindt het best wel moeilijk, zeg maar, om haar steeds uit handen te geven. En voor mij is dat een beetje moeilijk om daar een voorstelling van te maken. Maar ja, waarschijnlijk als je moeder bent, herken je die gevoelens wel. En nu mocht ik haar gisteren dus ook vasthouden. En eerst lag ze gewoon zo in mijn arm. Maar het is eerst in het begin een beetje onwennig. Want ik heb nog maar weinig baby's in mijn leven vastgehouden. En ja, je moet zo met het hoofdje, zeg maar, dat het allemaal goed ligt. En dat ze niet kan wegglijden. Maar ze heeft nu ook steeds meer de oogjes open. Dat was 2,5 weken geleden nog niet echt het geval. Want toen was ze natuurlijk net een paar dagen oud. Dus toen sliep ze ook nog heel veel. Ze slaapt nu ook nog wel heel veel. Maar ze zit nu al veel meer met haar oogjes open. Dus en ze had eerst al even gegeten. En toen lag ze eventjes bij me. Toen ging ze een beetje huilen. Ging ik over de buikje aaien. En toen werd ze op zich wel weer een beetje stil. Maar Nathalie zei al wel van, ze vindt het niet zo leuk om bij andere mensen heel lang in dezelfde houding te liggen. Want ze is echt een hele wijze baby. En ze wil om zich heen kijken. Dus toen had ik er zo tegen me aangelegd. Ze zit steeds met haar handjes in de mond. Echt zo schattig. Oh, dit is echt, het was echt super genieten. Even met haar vasthouden. En toen had ik het tegen me aan. Maar zij heeft best wel veel zuigbehoefte. En ze moest op een gegeven moment moest ze nog een beetje eten. En ze dacht dat ze bij mij ook kon eten. Maar ja, dat werkt natuurlijk niet. Toen ging ze me aan mijn arm zuigen. Dat was ook lekker blijkbaar. Maar het was echt heel bijzonder. Het was echt heel leuk. Ik ben echt heel blij dat ik haar heb mogen vasthouden. Want het was echt super bijzonder. Ik mag als het goed is een foto plaatsen van Nathalie. Ze zou nog even een foto doorsturen die erin mocht. Ze wil niet te veel delen met social media. Lente komt in haar eigen video's ook niet voor. Maar als dat nu mag, dan komt de foto nu ongeveer in beeld. En zie je de foto niet, dan mocht het nog niet. Maar als het goed is, mocht het. Dus dat was heel gezellig. Even daar gezellig wat gedronken. God, en toen had Frank die had een bokszak buiten hangen.
En hij zou daarmee gaan slaan en hij had bokshandschoenen aan. Hij zei, ja, die moet je eigenlijk ook eens proberen. Dus ik zei, ja, best, weet je wel, ik probeer dat wel. Ik die bokshandschoenen aan. Echt, die dingen zijn meters te groot natuurlijk. En ja, je moet het wel snel achter elkaar doen. En je moet het een halve minuut of zo, of anderhalve minuut, ik weet niet meer. Dus Nate wil nog even gauw haar vlogcamera gepakt. Als ik die beelden van haar heb ontvangen, zal ik die even hierachter neerzetten. Terwijl ik aan het boksen ben op een bokszak. Dat was echt super grappig. En Frank ging die zak zo vasthouden. Maar ik kon het natuurlijk niet zo goed. Dus toen zei Frank, ja, hou jij nu de bokszak maar vast. Ging hij even, maar ik kan die hele bokszak niet houden, want ik ben natuurlijk... Ik kon dat niet. Toen ging Nate die bokszak vasthouden. Ik denk, wow, jij kan dit gewoon. Terwijl hij, Frank slaat best wel hard. Maar we hadden wel even lont. En dan heb ik ook nog steeds die bokszak aanlopen trappen. Maar dat deed ik niet helemaal goed. Ze dus Frank, nee, je moet echt met de zijkant van je voet. En toen ging het wel een pakje goed. Maar was wel even lachen. We hebben even lol gehad. En ik was er nou nog meer bezweet dan ik al was. Maar het was het wel waard. Het was wel echt heel leuk. Ik ga nu even stofzuigen. En zometeen eventjes, ik moet om 3 uur heb ik weer therapie, dus verder zal ik vandaag ook niks vloggen waar ik jullie bij kan zetten in ieder geval. Ik heb gisteravond trouwens nog wel eventjes het spelletje gekeken, de 13 geboden en Rex. En de vlog die is inmiddels online gekomen, die had ik ingepland, artikel geschreven, dus dat is verder allemaal prima. Maar nu even wat doen en dan heb ik nog een 20 minuten en dan begin therapie. Dus ik zou zeggen, ik zie jullie later. Ik had trouwens nog een cadeautje gekregen. Mijn vader die is voor een paar weken geleden naar Wildlands geweest. Toen kreeg ik deze leuke sleutelhanger van Wildlands. Dus die wilde ik nog even laten zien. Oh, ik word nu even een beetje donker voor mijn ogen. Maar dat was deze. Dus die is super leuk. Dus dat was echt heel lief. Maar nu ga ik echt even wat doen. Ja, ik doe mijn best. Oké, dit wordt een kickbox sessie. En wel stoten, niet aaien. Ga boos kijken. Je mag ook dichter bij die zak gaan staan hoor. Lekker kalm, niet overhoeven. Mag je? Nou, doe maar. Je moet er dichterbij gaan staan. Ja, zo ja. Zal leuk zijn als je op je hoofd gaat. Dat is content geweest. Sta lager, want je gaat je. Ik denk dat het handig is. Van nu sla. Je hoeft niet te bukken. Nou, gezellig. Ja, meer stoten. Goed zo. Ja, dit is een betere conditie. Ze zwart er helemaal af. Is nu al, hè? Ja. Ja, ze vindt het ook niet meer grappig en nu is ze helemaal moe. Kom op, je moet nog even. Nog 20 seconden, dan ben je er. Nou, zet op. Kom op, nog 10. Laat die potjes gaan. Hoppakee. Ga je nog een halve minuut door? Nee. Ja, of... Nou, je bent al anderhalve minuut bezig. Dus ben je al klaar? Allang. Nee, wacht, nu mag jij meteen gewoon, dan ga ik wel. Ja, ik teken. Ja. Ja, dat wordt wat. Moet ik het voor jou ook timen, schat? Of? Ik ga wel even mijn bril afdoen, dus dan krijg je een bok van tegen Marsjes. Dus. Ja. Nou, als jij hem goed vasthoudt, niet, maar... Oké. Okay. Papa, pest mijn ei. Lente? Nou, jij laat je... Zo? Ik kan het ook gewoon aangenomen. Nou... Ik zou dat niet doen en ik zou hem ook niet op die manier vasthouden. Ik zou meer met je zijkant een beetje draaien. Nee, je moet echt met je been zo tegenhouden. Want als jij dit met... wij spreken dit met je handen. Dit gewoon vasthouden met je handen. Als dit, dan krijgen we telkens die stand. Oh, ja. Ja? Hebben we zover? Heb je hem goed vast? Nee, heeft ze niet, want kijk, ze staat nog helemaal niet strak. Je moet echt een beetje gewoon knuffelen, maar dan niet je armen hier, zeg maar. Nee, ook dat niet. Nee! Dit wordt echt geen succes. Gewoon zo. Ja? Ja. Oké. Okay. Hier, hou vast. Ik zal hem vasthouden. Ja, wacht. Nou, Angela, begin je een beetje te hijgen. Nou.
Wacht, ik heb het even voor. Oké. Je vingers zijn. Wat doet papa van allemaal? Oh, jij kon het wel! Ja! Ah, wat voor kont dan? Die montage. Wat een ramen doe je, schop ik echt vol op mijn ass. Dat is genoeg voor het dekje, toch? Waar moet ik nu even gaan? Van me geen te denken, echt. Ik voel me geen plezier mee. Als ik nu mijn zwemkleding mee had, had ik een duik genomen in dat bad. Ja. Zo, ik ben wel klaar, schat. Oh, ik ben weer thuis. Therapie was echt maar een half uurtje, dus ik was zo klaar. Dus dat was wel fijn. Dus ik ga nu even de boodschappen laten zien. En dan ga ik daarna lekker douchen en eten. Ik heb echt heel erg dorst en ik ben bezweet. Dus de eerste aankoop die we nieuw hebben, dat is een kattenbak. En we hebben toch maar weer een curver gedaan. Dus ik heb nu een andere zoeken. Ik heb nu een zwarte en een roze naast elkaar. De roze is er echt helaas niet meer. Dus ik moet het nu gewoon met de zwarte doen. Maar ook dikke prima. Die ga ik zo vullen. Dan hebben ze twee bakken. Ik heb ook gelijk kattengrip meegenomen. Bij de plus waren de handdoeken nu aangekomen. Die ik een tijdje geleden had gespaard. Ze hebben op de grond gelegen. Dus ik ga ze eerst toch wassen. Maar die heb ik dus nu ook. 6 pakjes. Dat heb ik eventjes deze potloodjes gehad. Want ik heb die grote, die gewone potlood, die vind ik heel fijn. Dus ik heb die ook even meegenomen. Dit handdoekstrepje, die wil ik eigenlijk gaan kijken of die voor mijn matje kan voor het sporten. Want die rolt nu op. Dus even kijken of dat wil. Dan heb ik deze cupjes ook meegenomen. Spullen om te roken. Dat vind ik belangrijk. De Lenore was €1. Dus ik heb nu de... bouquet Mestere met andersist en bloemenbouquet. Ik heb de zeebries. Volgens mij zei ik net de Franse naam, nou, dat moet ik ook niet doen. Ik heb even zwarmen, ga ik niet eten. Ik heb kipstikjes voor de katten meegenomen. Ze hadden al wat vroeger gegeten en als ze dan straks echt zeuren, krijgen ze nog een stikje. Kattenvoer gehaald weer, want ik was nu toch bij de Boni. En dan heb ik ook nog een gouden orchidee gekocht. Dus lekker. Hier zitten nog bonen in. Ik heb spinazie. Dat was het voor deze tas. Ik zou ook allemaal gaan opruimen, maar het is zo warm. Gaan we even door naar de volgende tas. Ik ga het morgen wel naar boven brengen, want dan is het wat minder warm. Die heb ik straks nog nodig. Ik weet niet dat daar nog niet in zit. Nou, nog mijn handdoeken. Hop. Graag een stapelkleed. Mocht je meenemen. Ik heb patatjes. Ik heb weer eventjes bakken en braden. Ik heb Red Bull, die was €1. Ik heb de Tropical editie en de gewone. Ik heb hier iets onwijs te pikken. Het lijkt wel of het boter is. Ik heb aardappelschuifjes. Nou, de gewone Red Bull. I like it. Ik heb nog in de aanbieding een shootje. Ik heb een chocomelk en ik heb zo'n ding meegenomen voor in de gang. Een lekker geurtje. Dus die ga ik straks ook even erin doen. Ik ga nu de kattenbak vullen, de boodschappen eventjes een plekje geven. Dan ga ik het nagelak opruimen. Nagelak moet er eigenlijk af. Vanavond kijk ik Louise en Rowan. Er is verder niet zo heel veel op tv, wel het spelletje. Denk daarna nog even een aflevering smeres van seizoen 2. Vanavond heb ik dan ook weer smeres. En ik kijk weer de 13 geboden. En ik was al even bezig met de lijst van de nieuwe producten van Catrice. Want die was binnen. Daar ben ik al een beetje mee begonnen. Ik ga eerst de ventilator aanzetten. Die durf ik niet aan te laten staan als ik weg ben. En wat dan nog meer? Nee, dat was het eigenlijk wel.
Voor de rest niet zo heel veel bijzonders meer. Dus ik ga even opruimen, de kattenbak vullen. En dan denk ik dat de katten ook weer blij zijn met een extra bak. Dus ik zie jullie dan bij deze ook gewoon morgen weer. Want ik heb het nu wel eventjes gehad. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 14 augustus. En welkom in het licht. Ja, alles kan weer open. Echt heerlijk. Ik ben klaargemaakt. En vandaag, ik moet even mijn was opvouwen. Want ik wil even de nieuwe handdoeken draaien. En ik ga gewoon even bullet journalen. Want ik hoef lekker eigenlijk niet zo heel veel. Ik ben wel heel blij dat ik ook al de, hoe heet het, had gedaan. De douche. Ik heb gisteravond echt onwijs een overstroming gehad. Op een gegeven moment, eigenlijk toen ik al thuis kwam van de boodschappen. Begon het al heel erg te betrekken. Dus het eerste wat ik had gedaan was de ramen open doen. Volgens mij heb ik dat ook verteld dat ik dat ging doen. Dat ik dat had gedaan. De deur stond open. Heerlijk. Nou ja, toen op een gegeven moment gewoon gegeten. En het betrok steeds meer. En het werd ook donkerder. Ik hoorde gerommel buiten van het onweer. Ik dacht, nou laat die bui maar komen. En die bui kwam ook. Maar die kwam zo intens hard dat ik het niet door had dat hier de hele boel nat werd. In de slaapkamer lag een plasje op de grond omdat het raam open stond. Mijn hele keuken die was gewoon ingeregend. Ik had echt plassen water. Mijn mat die is zijknat geworden. Dus dat is best wel hard gegaan. Ik heb zelfs beelden gezien dat mensen door de straat konden met een bootje. Ja, het ging echt intens hard. Maar ik heb er wel van genoten. Het enige wat ik even niet zo leuk vond was dat de stroom eruit vloog. Er zijn ook een aantal inslagen geweest. En dan is het niet zo leuk als je alleen bent als de stroom eruit vliegt. Dus gelukkig hebben de telefoons van tegenwoordig een zaklamp. En die heb ik aangedaan. Dus toen heb ik uiteindelijk de stroom wel weer opgekregen. Maar dat was eventjes even slikken. Maar oké, het is wel gewoon weer gefixt. Ik heb gisteravond verder dat schoonmaakprogramma gekeken met Louise en Rowan. Afleveringetje van Smeres van seizoen 2. En later een aflevering van seizoen 3, de laatste. En wat heb ik nog meer? Ik heb gewoon 13 geboden gekeken. Ik heb de foto's bewerkt. En eigenlijk was het gewoon een heerlijk avondje. Met heerlijk genieten van de wat lagere temperaturen. Het rommelt nu ook alweer wat buiten. Dus ja, ik denk dat verwacht nog wel wat neerslag. Maar in ieder geval alles is open. En nu is het echt een kwestie van je huis ontluchten. Die warme lucht eruit krijgen. Het is hier denk ik nu nog steeds 30 graden. Ja, zie. Ja, dat had ik ook wel verwacht. Dus ik probeer de warme lucht er nu uit te krijgen. Dus dat was eventjes wat er is gebeurd. Ik ga zo even de handdoeken wassen. Ik had gisteravond ook heel wat handdoeken nodig. Dus kan ik mooi de nieuwe handdoeken erbij doen. Want ik had al witte handdoeken gepakt. Dus dat. En ik ga dan even het wasje opvouwen. En ik even bullet journal. Ik moet even de groente afhouden. Dus dat is het. De kattenbak staat ook. Het kan echt heel goed. Jan heeft het natuurlijk al een beetje gezien. Kijk. Zo staat hij dan naast elkaar. Twee van eigenlijk prima. Ik ben toch wel blij dat ik voor de curve heb gekozen. Ik heb op een gegeven moment, ik had hem bij de welkoop gehaald. Daar heb ik op een gegeven moment heb ik in de welkoop zo'n kattenbak gepakt. En een andere kattenbak. Ze hadden ook goedkopere kattenbakken. En die naast elkaar gezet. Ik vond de combinatie eigenlijk helemaal niet mooi. Dus ik dacht, nou weet je, dan investeer ik toch wel weer in een curver. En zwart en roze kan eigenlijk prima. Ik heb ook zo'n geurtje hier erin. En dit is echt genieten. Waarom heb ik dit niet eerder? Dit ruikt zo lekker. Dit is echt geweldig. Dus dat. Ik moet ook even een zak naar boven van de kattenbak. De cola moet naar boven. Die had ik gisteren nog gehaald. De keuken is nu echt een bende, want de boodschappen staan er nog. Ik heb hier de mat staan. Die moet ik ook even opruimen. Maar ja, voor de rest eigenlijk was het allemaal wel lekker. En we hopen dat het nu wat afkoelt, hè, muis? Ik zweet het wel weer dik op mijn voorhoofd, maar dat komt ook natuurlijk omdat je de make-up op smeert. Maar ja, goed, dat geeft niet. Ik ga eventjes stofzuigen, wasje aan doen, dweilen en dan de was opvouwen. Even een beetje opruimen hier. Dan zet ik jullie bij het bullet journal er wel even bij. Want bij het opruimen heeft het toch geen zin, want jullie kunnen me dan toch amper zien. Dus dat is voor nu even de planning. Ik kreeg laatst de vraag of ik weer een keer eventjes een overzichtje wilde laten zien van mijn bullet journal. Dus ik dacht, dan doe ik dat ook gelijk eventjes. Ik begin even met mijn mus. Die begint echt al heel erg dik te worden.
Nou ja, ik heb het jullie wel vaker laten zien. Ik doe eigenlijk hier de dingen in van de dagjes weg die ik doe. Dus dit was juni. Ik weet eigenlijk niet waarom er hier 2019 bij staat, maar oké. Nou ja, ik maak dan dit soort platen, zeg maar. En daar schrijf ik een verhaal bij en dan plak ik dan dingen bij die daarbij horen. Deze was bijvoorbeeld van mijn verjaardag. Het ziekenhuis. Deze is eigenlijk nog niet helemaal af. Barbecue. Iets met de scooter. Niet alles is nog af. Dit was Scheveningen. Kerst. Kerstavond dan. Nou, dan heb ik hier januari. Deze plaat vind ik overigens wat minder mooi. Maar ik doe het dus altijd een beetje op deze manier. Dan heb ik hier februari. Ik plak dan ook quotes op. Dus deze heb ik zelf getekend. Februari. Hier moet nog wat op. Dit was van de Gender Reveal Party bijvoorbeeld. Dit was een dagje weg naar mijn vader. Dit was de huishoudbeurs die ook nog niet af is. Dit is maart dan bijvoorbeeld weer. Hier heb ik dan ook weer een quote. Vlogcamera gekocht. Dit was bankenjacht. Die is ook nog niet helemaal af. Nou, deze is dan wel af, de bank. Dan ben ik hier bij april. En die is, daar ben ik dan nu nog steeds mee bezig. En nu kan ik door met mei. Die voorkant heb ik al getekend, maar is nog niet helemaal af. Dit was de inkopen doen voor de baby shower. Dus hier ben ik nu mee bezig. En ik heb hier alvast wat dingen getekend die er dus nog in moeten. Maar die kon ik dus nog niet kwijt. Dus die maak ik dan aan elkaar vast. Werkt allemaal niet echt top met één hand. Ik heb hier bijvoorbeeld al wat dingen van juni. De koekjes, Nathalie's verjaardag. Ik moet hier nog de baby shower. En dit is dan de voorkant voor juni. Dit wordt juli. En augustus ben ik dan nog niet mee begonnen. En dit is dan de voorkant van mei. Maar die moet ik dus nog even verder afmaken. Dus dat is wat ik in mijn mus doe. Dan heb ik hier zeg maar nog een ander boek. En deze is echt voor het vlog en de YouTube kanaal. Hier staan de boeken bijvoorbeeld in. Alle artikelen die ik heb geschreven die ik fijn vond en niet fijn vond. Dan heb ik mijn video's die ik heb gemaakt. Dit zijn de vlogs en dit zijn de video's. Dit zijn de statistieken van deze maand, van die maand. Dit zijn de gelezen boeken dan weer. En ja, voor sommige heb ik al een plaat opgeplakt, maar ik moet nog heel veel bijtekenen. En ik ben dus nu bezig met augustus. Maar ik heb ook nog niet alles gestempeld. Dit was juli, die vind ik niet helemaal juf van het. Maar oké. En nu heb ik deze voor augustus, maar die moet nog afgemaakt worden. En hier ben ik dan nu mee bezig met invullen. Dus die moet ik nog even verder afmaken. Maar dat is dus een beetje wat ik in mijn bullet journals doe. Dus dan hebben jullie weer even een overzichtje. Thank you.
Misschien had je het al wel weer verwacht, maar de camera is leeg, dus ik heb niet super lang gevlogd bij het knutselen, maar ik heb even de overview gegeven. Ja, het is altijd wat hier. Ja, ik had het al wel een beetje verwacht, dus ik ga hem straks op laten leggen en dan kan ik morgen toch weer wat meer vloggen. De was is helemaal opgevouwen, althans die in de wasmand zat. En ik heb hier de was vanaf gehaald. De was daar, die hangt nog, maar die hangt pas 2 dagen, dus ik weet niet of die al droog is. Die is opgevouwen, ligt dan weer netjes in de kast. Mijn wasje draait, mijn keuken is een deel opgeruimd. En vanavond ga ik naar het koken wel even verder daarmee. De groente is afgehaald. Dus eigenlijk best wel een productief dagje. Ik probeer dus nog steeds de warmte uit huis te bonjouren. Gaat nog niet echt soepeltjes. Hij zit nu op 29,5, dus het is een half graadje gezakt. Het heeft straks nog een beetje geregend, maar was niet heel noemenswaardig. Maar ja, over het algemeen is het nu wel wat beter weer. Dat het ook, omdat het wat zachter weer is, dat je gewoon wat meer kan doen. Het sporten ging nou ook gewoon beter. Tenminste, niet zo heel erg bezweet natuurlijk. Ik zweet even goed nog wel, maar het is beter als met die 30 graden of 33 graden afgelopen dagen. Ik ga straks douchen. Ik ga de nagellak eraf halen. Ik ga ook de lak van mijn teen eraf halen, want dan kan ik morgen even mijn teennagels knippen. En morgen wil ik graag eeltsokken aandoen om te testen of dat het echt werkt. Vanavond moet ik editen. Ik moet het artikel schrijven, maar ik ga denk ik gewoon 2 afleveringen smeren. Eens kijken van seizoen 2, want er is verder niks. Althans, niks wat mij interesseert. Dan neem ik even van God los op en dat kijk ik dan morgenavond. Ja, het is nu nog gewoon niet zo heel veel. Maar goed, dat is even een acceptatiepuntje. Ik ga nu nog even lekker relaxen. En ik zie jullie dan ook gewoon morgen weer. Ik ga straks lekker douchen en lekker eten. En dan komt het ook allemaal wel weer goed. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 15 augustus. Ik ben klaargemaakt. En het is afgekoeld, gelukkig nog meer. Het is 24 graden buiten. Hier binnen is het nog steeds 28,5. Dus ik heb alweer alles openstaan in de hoop dat het ja, nog even wat meer naar beneden gaat. Het zou heel fijn zijn. Gisteravond heb ik lekker 2 afleveringen van Smeerders van seizoen 2 gekeken. Er was vaak niet zo heel veel op televisie wat ik leuk vond. En ik heb de 13 geboden gekeken en daarna aflevering van Smeren seizoen 4. Ik probeer nu door seizoen 2 heen te komen zodat die klaar is. Ik moet nog 2 afleveringen, dus ik kijk dit weekend wel uit. Gisteravond eventjes de handdoeken opgehangen die hier liggen. De wasmachine is echt onwijs vol met de handdoeken, maar het is gelukt. Ik heb mijn video geëdit. Artikel geschreven, dus dat was het ook eigenlijk wel niet heel bijzonder. Ik heb nu alleen eyeliner op mijn been zitten, want ik veegde het kwastje een beetje af en er vlogen wat spetters op mijn been, dus dat moet er met douchen maar af. Ik heb het wel met een washandje plaatselijk gedaan, maar niet alles is er afgegaan, zie ik. Vandaag op de planning, ik ga zo even mijn nagels knippen, veilen en even de nagellak eraf veilen. Ik ga even de kattenbakken nakijken en zo nodig even bijvullen. Was te wassen en even bullet journalen, dus dat is het ook. Niet echt een hele spannende dag of zo, maar ja, gewoon een beetje de basic dingen. En dan ga ik einde van de middag ga ik de eeltsokken testen. Althans, die ga ik aandoen in de hoop dat dat werkt, dus ik ben daar heel benieuwd naar. Ik heb het idee dat ze echt wel werken, want volgens mij kopen heel veel mensen ze wel. Dus ik heb wel echt het idee dat het wat doet. Dus we gaan het proberen. Voor de rest heb ik eigenlijk niet heel veel te melden. Ze zijn buiten aan het bouwen, dus mocht je geluiden horen, ze zijn geloof ik een aanbouw aan het maken. Ze zijn al een aantal weken mee bezig. Eigenlijk al een paar maanden, maar nu begint het meer vorm te krijgen. Ik heb de ventilators nu verspreid in huis staan. Ik heb daar eentje staan en daar gewoon de andere. Dus ik hoop dat dat op internet stond dat dat goed werkt als je ook je ventilatoren aanzet terwijl je de ramen open hebt. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga even mijn nagels knippen, veilen, stofzuigen en de kattenbakken nakijken. Zet ik jullie eventjes erbij als ik de kwasten ga wassen. Daar ben ik wel heel erg aan toe, want die zijn echt heel vuil. Dus dat ga ik eventjes doen. Thank you.
Zo, weer opgeruimd. Katten hebben net lekker gegeten. Even echt lekker bezig geweest. Dat was echt wel lekker relaxed. Katten zijn lekker schoon. Ik wou alleen die eeltsokken proberen. Ik had ze al wel gepakt. Maar ik kwam er dus achter dat ze dus 90 tot 120 minuten aan moeten. En dat ga ik niet meer redden voordat ik ga douchen. En toen dacht ik, nou weet je wat, dan ga ik het morgen doen. Dan ga ik er morgen foto's van maken. Dan kan ik er ook een artikel over schrijven. Ga ik ze erna aantrekken en dan gaan we gewoon eens kijken wat dat doet. Maar dan ga ik hem gewoon even op mijn blog review. Want wie weet werkt het wel heel goed. En wie weet ook niet, maar dan weten andere mensen ook of dat het werkt. En ja, misschien heb je zelf ook weer heel erg last van eeltvoet. Dus lijkt me handig om te weten. Ik heb al wel gezien, ik had hem al even opengemaakt, want er stond geen Nederlandse beschrijving op. Die stond aan de binnenkant. Kijk, het zit gewoon in een zakje die je moet open doen. En dan moet je ze zo aantrekken. Maar dat gaan we dus morgen doen. Dat betekent wel dat ik vanavond niet mijn nagels van mijn tenen kan lakken. Want die nagels moeten nagellakvrij en vuilvrij zijn. Dus dat doe ik dan morgenavond gewoon. Dat geeft op zich ook niet. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Is het al wat koeler hier? Volgens mij niet. Volgens mij is het nog steeds 28,5 graden. Ja, het gaat nog niet echt dalen. Vanavond kijk ik All Together Now. En Van Gogh had ik opgenomen. En ik denk dat ik alvast wat aan de vlog wil gaan doen. Voor de rest heb ik vanavond Smeris en de 13 geboden. Ik ga straks lekker douchen en lekker eten. Ga ik zo alvast even eruit halen. Want het mag wel iets zachter. Het hoeft niet zo keihard te zijn. Frietjes. Dus dat ga ik doen. En dan ga ik jullie gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik heb ook een beetje last van mijn rug. Ik was nu ook vandaag de laatste dag, zeg maar, met trainen weer van deze oefeningen, van mijn armen en zo. Dus morgen ga ik weer de andere oefeningen doen en dan ga ik ze proberen wat op te bouwen. Dus ik ben heel benieuwd of dat werkt, maar dat horen jullie morgen. Dus, nu even relaxen en ik zou zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag, het is 16 augustus. Ik zit even lekker op de bank. Ik voel me op een of andere manier niet helemaal fit. De laatste dagen ga ik wil sporten. Is ook even heel zwaar. Ik weet niet goed wat het is. Maar oké, ik heb het weer gehad. Ik heb nu 2 keer 8 minuten gedaan om het op te bouwen. Dus even kijken of dat ik dat vol wil houden. Anders moet ik toch weer even terug naar de 5. Dus dan moeten we maar even kijken. Gisteravond heb ik All Together Now gekeken. En Van Gogh los. Deze aflevering was gebaseerd op de pindakaasmoord. In deze ging eigenlijk over een koppel en die jongen had heel zware Asperger. En je kon dat aan zijn gedrag ook wel een beetje merken dat hij wat vreemdig was. En zij wilde heel graag een kindje en ze was 35 en toen zei ze ja, binnen nu een half jaar wil ik gewoon een baby hebben. En als jij dat niet wil, dan moeten onze wegen gaan scheiden. Nou, toen heeft hij uiteindelijk, hij werkte in een soort laboratorium. Toen heeft hij iets op dat broodje van haar gedaan, waardoor zij dus neerviel. En ze had gered kunnen worden als hij zijn mond misschien nog open had getrokken in het ziekenhuis. Maar hij is daar gewoon gaan zitten en heeft niet gezegd van dit en dit zat er op dat broodje. Dus uiteindelijk was ze eraan overleden. Het was niet zo'n... Ja, het is wel heftig natuurlijk, maar het was nu niet met messen en zo of schieten. En dat maakte het wel minder heftig, dus dat was natuurlijk ook wel prettig. 13 geboden gekeken en Smeres, dat was allemaal prima. Ik heb al een deel van de vlog gedaan. En voor de rest heb ik eigenlijk een beetje achter de laptop gezeten, dus niet heel bijzonder. Vandaag ook weinig op de planning. Ik moet zo eventjes kijken of ik de printer aan de gang krijg boven. Want ik moet even wat inscannen en mailen. Dus ik hoop dat dat lukt. En ik ga gewoon even foto's maken en dat is het. Het is 27 graden buiten. Dus toch nog best wel weer warm. En het is 28,5 graden binnen. Dus gelukkig kunnen de ramen wel open. Want ik heb ook gelezen dat je je ramen niet open moet zetten als het binnen koeler is dan buiten. Ik had alleen een probleem. Ik zal het even laten zien. Mijn rolgordijn zat vastgeplakt aan mijn deur. Dus dit is nu de situatie. Je ziet hier delen van het rolgordijn die er dus aangeplakt zijn omdat die vast zat.
Waarschijnlijk is dat gebeurd met de regen van de week. En is het rolgordijn naar beneden gegaan en is hij gaan plakken. Waardoor het rolgordijn nu heel lelijk uitziet. Dus moet ik met de tijd eventjes een keer een nieuwe kopen. Want dat vind ik best wel lelijk. Moet ik zeggen dat de rolgordijnen van de IKEA niet de stevigste zijn die er zijn. Ik merk hier en daar sowieso ook in de gang is die al niet super mooi. Maar hier zitten er ook best wel wat dingetjes op. Maar goed, weet je, dat laat ik wel. Dit vind ik gewoon heel vervelend. Ik zit hier even met tijdje. Ja, muisje ligt steeds op mijn schone was te slapen. Dus dat is minder. Het warm? Nog warm? Ja, hè? Oh, je hebt net gedronken, want je hebt water aan je mandje. Dat heb ik niet aan mijn vinger. Heb je gedronken? De nieuwe kattenbak wordt ook goed gebruikt. Toch wel blij met de keuze die ik heb gemaakt. Ze hebben er echt wel veel plezier van, merk ik. Dus dat is heel fijn. Ik ga zo even stofzuigen. Ik zal jullie straks wel even laten zien wat ik ga fotograferen. Voor de rest zal ik jullie nergens bij zitten. Ik wil nog even kijken wat de nieuwe doodles zijn van augustus. Want die heb ik nog niet gevonden. Maar eerst maar even die printer aan de gang krijgen. Ik moet eigenlijk ook eventjes weer de stekker uit de wifi gooien. Want als ik iets wil kijken wat ik heb opgenomen, dan laat hij niet meer de lijst zien met waar afspelen bij staat. Dus ik denk dat ik hem eventjes eruit moet halen. Maar ik ga eerst even kijken of ik, nadat ik heb stofgezogen, boven de printer aan de gang krijg. Dat zou wel heel prettig zijn. Dus dat ga ik eerst even doen. En dan zal ik jullie straks even laten zien wat ik ga fotograferen. Het scannen is gelukt. Ik heb net wel keihard lopen gillen, want ik kom een hele dikke spin tegen boven. Ik heb alle make-up nu in een boodschappentas gedaan. Dan kan die doos gewoon weg. Ik zal even de spullen laten zien. Ik ga hier even foto's van maken, want hier ga ik een video van nemen. Hier komen dan nog wel reviews van online. Maar dan kan ik in ieder geval eventjes hier deze week de video van maken. Dat zijn deze. Dan heb ik de Glitter Body Mist. In 3 kleuren. Die komen in een extra artikel. Dit is Sweet Summer. Fresh Summer. En Summer Blossom. Deze mascara waar ik al zo onwijs benieuwd naar ben. Oh, de tv-vier aan, die had ik eventjes gedaan. Ik heb hier een BB cream. En ik heb hier van Lottie London heb ik ook eye foils in 3 kleuren. Een blauwe, een roze en een grijze, zilveren. Dus hier ga ik even foto's van maken, dus dat ga ik even doen. Oh ja, en natuurlijk de ult sokken, maar die ga ik straks even aantrekken. Oké, de ult sokken zijn aan. Het zijn wel echt gewoon plastic. Je moet het vastmaken met een tapeje. Het staat verder van charmant. Het is ook heel lastig lopen. Het voelt op zich wel lekker aan. Het is echt wel, ja, gewoon je voelt zeg maar het spul er helemaal in. Maar als je een partner hebt, zou ik het geloof ik niet aantrekken waar diegene bij is. Want het, ja, charmant is het niet. Maar goed, ik heb die niet, dus ik kan die doen wanneer ik wil. Ik ben wel heel benieuwd naar de werking. Ik moet 2 uur zitten. Ik zit er net een half uurtje in. En op zich zit het best wel warm, omdat het echt plastic is. En ik had misschien toch meer sokjes verwacht, maar we gaan het gewoon zien. Ik hou jullie op de hoogte hoe het verloop verder gaat. Want dat weet ik toch pas over een aantal dagen tot een week. En dan weet je in ieder geval hoe het eruit ziet. Niet charmant dus. Zo, alles is weer gedaan. Ik heb weer een flink van huisje. Wel, foto's staan erop. De eeltsokken zijn aan. Heb je net gezien. Wat ik je wel kan aanraden, zou je dit willen proberen. Doe dit als je een serie gaat kijken. Of dat je 2 uur lang op de bank kan gaan zitten. Want als je gaat lopen, laten die stripjes los. Dus eventueel voor de volgende keer zou ik er niet mee gaan lopen. Maar eerst maar eens even kijken hoe dit werkt. Want die stripjes vind ik niet heel erg handig. Want die laten best makkelijk los. Maar goed, ik ga zo meteen toch op de bank. En dan als het goed is heb ik, dan kan ik sowieso, ik ga sowieso nog even een uur op de bank. En dan blijven ze vast wel zitten. Want dan beweeg ik niet. Vanavond kijk ik de laatste 2 afleveringen van Smeers van seizoen 2. Ik ga de 13 geboden kijken en Rex. Ik ga even de foto's bewerken voor het artikel van morgen. En via een beetje internet denk ik verder niet heel veel bijzonders. In ieder geval als die eeltsokken straks uit mogen, ga ik lekker douchen. En dan vanavond eigenlijk een beetje relaxed avondje.
Want ja, het is zondag en ik ben blij dat de foto's dus al klaar zijn, dat het verder allemaal weer gebeurt. En ik ga mijn nagels lakken en ook van mijn tenen, dus dat is sowieso de planning. Ik ga nu dus lekker relaxen en ik ga jullie dan gewoon morgen weer zien, want nu kan ik niet veel meer doen, want ik moet zitten, want mijn strip is laatst los. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. En dan een hele goede middag op deze maandag alweer. Het is 17 augustus, ik ben klaargemaakt, ik heb niks op mijn lippen, misschien is het je opgevallen. Maar dat komt, ik ga zo meteen een video opnemen waarin ik lipproducten ga testen, dus het is wel zo handig als je lippen kaal zijn. Dus dat staat op de planning. Verder even stofzuigen en de kattenbakken uitscheppen. En het is buiten 20 graden en ik word daar zo gelukkig van, want het is, ja, dan probeer je gewoon nog meer je huis koeler te houden. Het is nu 27,5 graden. Gisteren heb ik echt, is het regen geweest, dus het was wel lekker. Het is niet heel hard gegaan, maar het was wel oké. Okay. Ik heb een ander hoesje op mijn telefoon gedaan, eventjes de marmeren, want ja, ik merkte gewoon dat dat gewoon even iets beter was. Moet ik zeggen dat ik hem wel heel vies vind hier. Ik moet eigenlijk even bij Ali ook weer even een nieuw hoesje bestellen. Ik heb eigenlijk maar 3 hoesjes voor deze telefoon. En op zich is dat prima, maar ja, gewoon even een andere. Ik weet, het boekje vind ik af en toe gewoon niet heel erg handig. Het was net wel zo ongevallen toen ik opkwam, het was minder. Maar oké, okay. Ik heb nu een van de body mists op en die is lekker. Ik heb de gouden op, er komt nog een review van online hoor. Maar ik heb nu, even kijken hoor, deze op, de Summer Blossom. En hij is lekker, ik zie alleen de glitters niet. Ik weet niet of jullie het zien, maar ik zie hem niet, maar de glitter is wel heel lekker. Voor de rest heb ik gisteravond mijn nagels gedaan met dit lakje van Supergel. Ik zal het even in de woonkamer laten zien. Is hier niet zo lekker. Van Rimmel, de Supergel. Deze. Ik word weer blij mee. Dat is de 043 Venus. Oh ja, ik heb natuurlijk gisteren die voeten sokken getest. De volgende keer als ik ze weer ga gebruiken. Tenminste als het werkt. Want ik zeg wel nu de volgende keer. Maar ik moet even afwachten. Zou ik ze minder ver open knippen. Het resultaat ziet er nu zo uit. Je ziet hier wel licht wat velletjes, maar het is nog niet dat het heel erg ontveld is. Dat is ook denk ik per persoon verschillend, maar ik ga gewoon 7 dagen wachten. In ieder geval 2 weken voordat de review online komt, want dan heb ik het echt daadwerkelijk goed getest en kan ik zeggen, nou dit is het of dit is het niet. Dus, maar nu komt er nog niet heel veel van af, maar oké. Gisteravond heb ik 2 afleveringen Smeres gekeken van seizoen 2, die is nu afgelopen. Ik heb weer de 13 geboden gekeken. Ik zeg steeds 10. Vond ik wel heel heftig. Een van de rechercheurs die had in de vorige afleveringen. Ze zijn op zoek naar iemand die zich uitgeeft voor Mozes. Die noemt zichzelf Mozes. En ja, omdat hij dus... Hé, blijf even van de handdoeken af, Mickey. Omdat hij dus... ja, allemaal moorden pleegt. Of in ieder geval moorden. Ze zijn niet alle mensen overlijden eraan. Maar omdat hij dus dingen doet die dus met de 13 geboden te maken hebben. Dus ze hebben hem Mozes genoemd. Nu heeft een van de rechercheurs, die heeft dus tijdens dat ze aan posten waren, heeft dus iemand doodgeschoten. Hij dacht dat hij een wapen vast had. Het bleek een zaklamp te zijn. Dus hij heeft een schot gelost. Want hij had gezegd van... blijf staan. Nou ja, hoe dat gaat, hè. Die man bleef niet staan, dus hij heeft een schot gelost. En toen kwam hij erachter dat het de zaklamp was. Dus het was eigenlijk een schot voor niks. En die man is daar overleden. Nou, heel intern onderzoek geweest. Uiteindelijk is hij daarvan vrijgesproken. Dus hij ging wat drinken in een cafeetje. En hij zei dan tegen die collega's, gaan jullie gezellig mee? Want ik trakteer om te vieren dat ik vrijgesproken ben. Vonden de collega's niet zo toepasselijk omdat er toch iemand was overleden. Dus die man is alleen gegaan. Toen kwam hij eigenlijk dronken thuis. En toen hij zijn deur wilde open doen, werd hij gepakt door iemand. Ik weet dus ook niet wie. En hebben ze hem vastgebonden en iets voor de ogen. En moest hij dus bekennen dat hij die man had doodgeschoten. En die persoon die wilde een bekentenis dat hij het had gedaan. Nou, die man die was zo bang, dat heeft hij dus gedaan. En toen zat hij dus weer thuis. Op een gegeven moment ze hebben hem weer thuis gedropt. En hij werd eigenlijk weer wakker. En toen zag hij dus dat filmpje, want dat is dus rondgestuurd.
wat hij had gezegd. En toen heeft hij zichzelf dus een kogel door zijn lijf gejaagd. Dus dat was best wel heftig. Dus ja, dat vond ik best wel even een heftig dingetje. Maar oké, okay, ja. Weet je, het is een serie, maar ik vind het wel een goede serie. Ik heb Rex gekeken en dat is het ook wel. Hou je mond, serie. Ik had jou niks gevraagd. Ik heb verder de foto's alvast bewerkt. En ik ben het artikel voor de nieuwe producten van Catrice is bijna af. Ja, ik vroeg toch niks. Houd je mond. Dus dat was dat. Dat was wel mooi. En ik ben weer super blij. Want kijk eens eventjes. 293 abonnees. Ja, ik blijf het zeggen. Ik ben nog steeds heel dankbaar dat mensen zich op mijn kanaal abonneren. Want het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat mensen dat doen. Video's moeten mensen aanspreken. Ik had nooit durven dromen dat ik al dit bereik zou hebben qua abonnees. Ik weet het, ik behoor echt niet tot de grote YouTubers, lang niet. Maar dit vind ik al een heel mooi mijlpaal. Vooral omdat ik dus eigenlijk per jaar die 100 abonnees probeer te krijgen. En het nu augustus is en ik eigenlijk nog 7 abonnees moet. En dan mijn doel voor dit jaar alweer bereikt is. Super leuk, super bedankt allemaal weer voor het abonneren. Welkom aan de nieuwe kijkers. En natuurlijk ook bedankt voor alle trouwe kijkers die mij al een hele tijd volgen. Want dat ja, betekent heel veel voor me. Ik ga nu eventjes de bakken uitscheppen en stofzuigen. En dan ga ik even de video opnemen. En daarna ga ik bullet journalen. En daar zet ik jullie dan eventjes bij. Zo, video is ook alweer opgenomen. Ging eigenlijk best wel snel en soepeltjes. Dus ook wel eens lekker als het zo gaat. Dat is ook niet altijd zo. Maar die staat er in dit geval al op. Dan heb ik dat gewoon klaar. Want deze week is de week van de grote schoonmaak. Dan red ik dat verder niet. Nu ga ik even bullet journalen. Dan zal ik jullie eventjes bijzetten. Als ik eventjes het statief heb opgeruimd. En ja... Ja, het ziet er niet mooi uit. Ik heb dus lipsticks getest. En ik leg het in de video duidelijk uit. Vandaar dat ik nu een heel rood bekje heb. Maar ik had dus 3 kleuren. En ik heb de nude kleur als laatste gedaan. En vandaar dat ik nu heel veel rode uitval hier heb. Omdat ik nude bij deze look gewoon het mooiste vond. Dus vandaar dat ik die dus nu ook draag. Maar morgen kun je hem beter zien. Want dan zie je niet die rode vlekken. Omdat dit is gewoon puur door het testen. Ja, zo zie je ook. Je make-up kan er na het testen van de video niet super mooi meer uitzien. Ik heb het al geprobeerd om een beetje te camoufleren bij mijn foundation kwast. Maar het werd niet beter dan dit. Dus daar doen we het gewoon even mee. Ik ga spulletjes pakken. Ik ga even een wasje aanzetten. En dan gaan we nog even lekker knutselen. Ik heb ook de nieuwe doodles voor augustus gevonden. Dus misschien dat ik daar even verder ga. Ik moet eigenlijk nog overtrekken. Maar heb ik daar nu zin in? Weet nog niet. Ik ga gewoon eventjes kijken. Dus ik zet jullie er zo bij. Zijn uitgegeten en mijn camera is weer eens leeg, dus die gaat straks op te opladen. Dus vandaar dat we maar weer even filmen met de telefoon. Ik heb nog even een wasje aangezet. Ik ben even lekker bezig geweest met de doodles voor augustus, want ik kon eigenlijk in een andere bullet journalen. Ja, kon ik wel wat doen, maar ik was weer de lijn vergeten en ik had gezin om weer naar boven te lopen. Dus ik dacht, laat maar eventjes. Doe ik het gewoon even zo, dus dat was wel even lekker. Vanavond heb je weer het programma met Natasja Vroger. Ik ga het even nakijken, want ik vind het heel vervelend als ik dingen zit te vertellen waarvan ik de naam niet weet. Ik zal het even opzoeken. Het is in ieder geval dat ze dan een huis willen kopen voor hetzelfde geld, volgens mij heet dat. Ja, het heet voor hetzelfde geld. En dan willen mensen die willen graag een huis kopen en dan laten ze eigenlijk zien dat je in een kleinere stad bijvoorbeeld... een veel grotere huis kan kopen
voor een bedrag wat je in de grote stad zou betalen. Dus dat vind ik altijd wel leuk. En dan mogen ze proefwonen. Uiteindelijk hoor je of dat ze een bod hebben uitgebracht. Dat vind ik altijd wel een heel leuk programma. Vanavond heb je 2 keer de quiz. Je hebt allereerst gewoon de quiz om 8 uur met gewone burgers. En dan heb je om 9:30 heb je de variant met fit mensen. Dat vind ik ook super leuk. Dus eigenlijk is vanavond gewoon een super leuke televisieavond. Ik ga de 13 geboden kijken. Ik ga Rex kijken. En ik ga mijn artikel online zetten. Die moet ik nog even schrijven. En ik probeer ook even het artikel van morgen in te plannen. Dus ik hoop dat ik het allemaal afkrijg. Dat is de planning. Ik ga nu lekker relaxen. Ik ga straks lekker douchen. En ik heb spinazie. Dus daar heb ik ook wel zin in. Dus nou, ik vond het een productieve dag vandaag. Dus ik ben tevreden. Dus ik zou bij deze zeggen, ik zie jullie dan ook gewoon morgen weer. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 18 augustus en ik ben weer klaargemaakt. Zoals je ziet zit de lipstick er nu wel mooi op. Geen pipovegen, maar dat kwam gisteren natuurlijk doordat ik de video had opgenomen. Gisteravond heb ik voor hetzelfde geld gekeken. Het was een mooie uitzending. Er waren 2 mannen en die woonden in Amsterdam. En die gingen een woning kopen, of die zochten een woning die sowieso groter was. En ze wilden het liefst maximaal een uurtje van Amsterdam afzitten. En hun gingen ook wel eens als drag queens. En dat was best wel grappig. Ze hadden in hun keukenkastje, hadden ze zeg maar een soort kast gemaakt. Dit klinkt heel raar, maar ja, als je het zag dan zou je het begrijpen. En daar bewaarden ze hun spullen. En ze wilden eigenlijk het liefst gewoon een eigen kamertje waar ze daar dus ook echt aan konden werken, aan die outfits. En uiteindelijk zijn ze wel gaan proefwonen in een woning in Gelderland. Ik weet de plaats niet meer of het nou Aalst was, weet ik niet meer zo goed. Maar in ieder geval, daar gingen ze wel proefwonen. Ze hadden het er ook wel leuk, alleen de reisafstand viel ze toch wel wat tegen het verkeer. Het was inderdaad een 3 kwartier eigenlijk officieel naar Amsterdam, maar nee, dat viel toch wat tegen. Dus ze hebben uiteindelijk geen bod uitgebracht op de woning waar ze gingen proefwonen. Ze hebben uiteindelijk wel een woning gekocht, het lag uiteindelijk op 20 minuutjes van Amsterdam. Maar dus niet de woning waar het programma ze mee geholpen heeft. Maar dat gebeurt eigenlijk heel weinig dat ze echt een bod uitbrengen. Ik heb het volgens mij 1 keertje of 2 keertjes gezien. Maar in ieder geval, dat gebeurt heel weinig. Niet doen! Kijk niet op de kap, hou! Maar het was wel weer leuk om te zien. Daarna heb ik, alles van Vips gekeken. Dat was ook wel heel erg leuk. Dat is dan het spelletje wat normaal om 8 uur is, maar nu met bekende Nederlanders. Die spelen dan ook voor een goed doel. Je had eerst om 8 uur de gewone uitzending met de onbekende mensen. En dan om 9:30 had je de uitzending met bekende mensen. Dus hey, dat was ook heel leuk. Ik heb mijn artikel, die heb ik ingepland. Die is afgekomen. Het was een beetje vervelend, want hij had hem dus zondag niet goed opgeslagen. Dus ik moest een heleboel opnieuw doen. Mijn gewone artikel voor mijn blog is online gekomen. Dus op zich was het een prima avond. Niet heel bijzonder. Het regent nu, het regende net, het is nu weer droog, dus we leven veilig. Ik moet zo de vuilniszak wegbrengen. Het is nu, hoeveel graden is het? 23. Ja, dan gaat hij morgen weer naar 27 en donderdag weer 31. Het is daar eigenlijk een beetje van. Het is binnen nu 26 graden. Ik weet niet of ik hem nog verder naar beneden ga krijgen. Hij blijft hier wel een beetje op hangen, maar het is in ieder geval al beter als de 29, 30 die het was. 31 zelfs. Vanavond persconferentie. Ja, om 6 uur heb je Ajax en heb je om 7 uur persconferentie. Ik vraag me af of er nieuws gaat komen, maar ik had al wel een beetje verwacht dat we nu weer vaker persconferenties zouden krijgen. Dus ik sta er niet van te kijken, maar dat gaan we wel zien wat daar weer uitkomt. En ik moet niezen als een malle. Tjoe! En dat lucht op. Nu ga ik de kattenbakken doen. De gang doen en de douche. Dus ik ga eventjes doeken pakken en zo. En even de chloor. Dan ga ik dat even doen. Ik wil eigenlijk eventjes een emmertje water ook weer aan de voorkant bij een portiekje gooien. Want het is daar een crematorium voor insecten. Liggen er allemaal dode insecten. Dus eigenlijk zou dat ook wel even goed zijn. Misschien nog even weer met dat chloormixje sprayen.
Maar ik ben de laatste tijd bij de Action ook niet meer de insectenspray tegengekomen. Maar ja, je gaat alweer een beetje van het seizoen af. Dus dat ja, is gewoon even niet anders. Ik zal jullie bij de douche er even bij zetten. Dan ga ik nu gewoon eventjes een muziekje aanzetten en mijn ding doen. Des te eerder ben ik ook klaar. Want ik heb er niet heel veel zin in. En ik heb spierpijn als een malle. Maar het moet wel even gebeuren. Dus dat gaan we even doen. Zo, ik ben klaar. Alles is lekker schoon. De gang is helemaal schoon. De kattenbakken zijn nu allebei ook weer even met chloor gedaan. Ik had ze van de week verschoten en had ik het even gewoon nieuw grit erin gedaan. Het oude grit eruit. Mijn eigen stofzuiger weer in gebruik. Wat heel fijn. Er zit weer echt een super goede zuigkracht op. Want de andere zakken die zat vol. En ja, ik wilde eerst die zakken opmaken omdat ik die er wel speciaal voor had gekocht. De douche is weer heerlijk schoon. Ja, ik word hier toch altijd wel heel blij van. Ook gewoon lekker een schone gang, weet je. Je ruikt nu gewoon heerlijk dat geurtje wat in het stopcontact zit. In de douche van alles bijgevuld. Even een nieuwe conditioner neergezet. Nieuwe vochtig toiletpapier. Gewoon nieuw toiletpapier aangevuld. Dus ja, eigenlijk wat dat betreft allemaal dikke prima. Dus ik ben tevreden. Voldaan. Groenten net afgehaald, dus ik heb genoeg gedaan. Straks lekker douchen en dan Ajax om 6 uur. 7 uur persconferentie. En vanavond kijk ik even. Het zal mijn zorg zijn terug. En om 9:30 heb je weer. Ik weet alles van Vips. Ga ik kijken. De 13 geboden ga ik kijken. En Rex. Dus dat wordt verder mijn avond. Ik ga even foto's bewerken voor het artikel van morgen. Dus eigenlijk lekker een basic avondje. Even lekker nu. Lekker relaxed. Niet zoveel meer doen. En ja, dat is het. Ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje met mijn gezicht drukken. En op mijn kanaal zelf. Dan kun je ook het belletje aanzetten. Dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. En dan hoef je niks te missen. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!